Welkom bij de Kapfromo podcast. Hey allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van de Kapfromo podcast. En vandaag heb ik de gast Sandra Poelman. Hey Sandra, welkom in mijn podcastshow. Dankjewel Kat, heel leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Ik ben zo benieuwd. Ik heb natuurlijk met jou al een keer een podcast opgenomen. Namelijk zeker. Jouw introductiepodcast. Superleuk. Maar mijn luisteraars weten misschien nog niet wie jij bent. Zou jij jezelf eventjes kort kunnen voorstellen? Zeker. Ik ben Sandra Poelman, eigenaar van het bedrijf Glowing Places. Wat zoveel betekent als ik laat plekken weer stralen. Ik ben van beroep, ja, ik heb het beroep zelf bedacht, als herontwikkelaar van oude gebieden en gebouwen. Ik sta aan de wieg van hele grote gebiedstransformaties, van hectares groot, zeg maar. Waar toen ik eraan begon, mensen dachten van, oh, dit is alleen maar doffe ellende en afbreken en hier hebben we niks meer aan. En daar heb ik fantastische gebiedsontwikkelingen van kunnen maken. Alleen begonnend, pionierend en uiteindelijk is dat uitgegroeid. Heel veel mensen daaraan bijgedragen. Zoals Strijp S in Eindhoven, stationsomgeving in Eindhoven. Ik heb veel gedaan in Eindhoven. En zo'n vogel ben ik. Aha, oké. Nou, ja, ik heb in Eindhoven op school gezeten. Dus ik weet die plekken waar jij het over hebt. Die weet ik nog van hoe die vroeger waren. En hoe die nu zijn. En ik kan alleen maar zeggen, wauw. Ja, echt heel tof. Herontwikkelaar, zelfbedachte term. Wat zou jij zelf jouw grootste goud willen noemen? En goud, dat zie ik dan als eigenlijk al je inzichten, je kennis. Eigenlijk datgene wat je aan de wereld gegeven hebt. Ja, dat is altijd een mooie vraag natuurlijk. Hè? Dus wat zeg het maar even, wat is je goud? Kom maar door. Ja, ik merk gewoon, ik zie kansen in plekken waar andere mensen alleen maar grote problemen zien. En dan zie ik die kansen en dan vervolgens, dan begint er mij iets te kriebelen en dan wil ik die kansen ook waarmaken. Dus ik ben echt iemand van visie en van aanpak, die combinatie. En van mensen. Dat is wel grappig, in mijn vak gaat het, hè? Ik zit dan in de bouwkunde, gaat heel veel om de stenen en de financiering en de procedures en de planningen. Maar ik heb gewoon nog nooit een gebied tot leven kunnen brengen zonder input van heel veel mensen. Dus dat mensgerichte en hoe krijg je mensen erbij betrokken, ja, dat is ook echt wel mijn ding. Cool. Wauw. Nou ja, je weet het antwoord gewoon heel goed. Dank je. Mensen zijn nog op zoek, maar jij hebt het al gevonden. Wat heerlijk voor je. Als het gaat over geld, over rijkdom, dan vind ik het ook altijd wel interessant om te kijken van hoe ben je daarmee opgegroeid? Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, wat ik heb meegekregen is dat het handig is als je het voldoende hebt. Dat geeft rust en dat geeft vrijheid. Ja, dus bij mij thuis vroeger, er was voldoende geld. En daardoor hadden we daar geen zorgen over. Konden we mooie reizen maken. Eigenlijk, mijn moeder werkte ook, dat was in die tijd. Nou, best wel bijzonder dat zij gewoon een volledige baan had, terwijl ze ook mij had, zal maar even zeggen. En dat was een soort van extra. En dat gaf, dat gaf een soort van gevoel van overvloed. Niet dat we nou verschrikkelijk rijk waren. We woonden in een tweekapper in een dorpje. Maar het was gewoon voldoende. En dat gaf een hele fijne basis. Wauw, lekker. Hey, en als jij geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Ja, als bouwkundige, ik hou heel erg van mijn woonomgeving. Dus het wonen, daar geef ik veel geld aan huis. Ik woon in een mooi huis met een grote tuin. En als ik even kijk naar waar we dan het meeste geld aan uitgeven, is het dat eigenlijk wel. En mijn gezin geniet daar ook enorm van. Mijn man trouwens ook vanuit de bouwkunde, maar mijn kinderen ook. Die vinden het ook heel fijn. Ik heb hier gisteren nog een kinderfeestje gedaan in de tuin. Ja, dat is gewoon genieten van de ruimte en van de mogelijkheden en de boomhutten en alles wat wij in de tuin hebben, is dat. Voor mijzelf persoonlijk geef ik geld uit aan twee dingen. Aan jurkjes. Als je mij ziet rondlopen, ik hou echt heel erg van jurkjes, van er leuk uitzien, van die vrolijkheid ook die dat brengt.
En het tweede is, ik investeer heel veel in opleiding. En echt een, ik heb een leerhonger. En zeker sinds het hele online gebeuren, ik vind het fantastisch om mezelf te verrijken met kennis, met inkijkjes in werelden die ik nog niet ken. Dus dat doe ik heel graag. En dan, ja, ik geef ook heel veel geld aan goede doelen. Soms dan vergeet ik hoeveel en dan kijk ik een bankafschrift en denk, oh ja. Die geef ik ook nog en die geef ik ook nog. Ja, ja, dat is best veel, moet ik zeggen. En als laatste belevenissen. Hè, dus vakanties. Niet dat die nou per se heel duur zijn, want ik ga ook gewoon met de tent op vakantie. Maar ja, gewoon met het gezin erop uittrekken. Ook een week in een huisje in de Efteling. Dat mag dan van mij ook. Als we echt een mooie tijd beleven met elkaar. Ja. Tof. Stel nou dat je nog 1 tientje hebt. Wat zou je dan doen? Ik zeg niet dat het oneindig is. Dat je nooit meer een nieuw tientje gaat hebben. Maar nou, het is even zo. Je hebt nog 1 tientje. Waar geef je dat dan uit? Of wat doe je ermee? Ja, ik zou het er heel goed over nadenken en het dan zo investeren dat ik er meer tientjes van maak. Ah, oké. En stel dat je 1 tientje op straat vindt. Een cadeautientje. Ja, dan ga ik eerst heel erg om me heen kijken van, is iemand het verloren en kan ik het die teruggeven? En 1 tientje. Als ik het dan opraap en mee naar huis neem, denk ik dat ik het onder mijn kinderen verdeel. Ja. Ja. Zoiets. Oké, ja. En als geld geen enkele rol zou spelen, die zou gewoon ja, plenty hebben. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja. ik denk dat ik dan nog meer impact zou kunnen maken. Dan zou ik niet alleen mijn tijd en energie in dingen kunnen investeren. En dingen is in mijn geval plekken van leegstand en neergang. Hè, dat is iets waar ik mijn tijd en energie aan geef. En ondernemende mensen met mooie plannen. Dat is het andere waar ik heel graag mijn tijd en energie in stop. En als dan geld geen rol zou spelen, dan zou ik ook mijn geld daarin investeren. En dan denk ik dat ik nog veel sneller, nog veel meer gaar op de klos krijg. Oh, oké. En daar even door op gaand, wat zijn je dromen? Wat zijn je grote dromen? Mijn grote dromen zijn om op meerdere plekken ecosystemen op te bouwen of te verrijken. Hè, dus het gaat mij niet om een plek aan zich. Hè. Ik heb dus veel in Eindhoven gedaan. Toen ik daar aan begon in de jaren 90, was het echt huilen met de pet op, zal ik maar even zeggen. Heel veel mensen ontslagen en heel veel leegstand, heel veel naargeestigheid ook. Mensen die de moed verloren. En als ik dan kijk hoe we dat samen met een heleboel mensen, ik heb daar ook gewoon onderdeel van uitgemaakt, van een soort van lelijk eendje en een hopeloosheid, nu naar een mooie zwaan hebben gekregen, naar een boosting ecosysteem, wat niet meer afhankelijk is van 1 of 2 grote bedrijven, maar een heel netwerk. En daardoor een soort van energiebom is geworden. Dat zou ik ontzettend graag ook op andere plekken in Nederland of daarbuiten brengen. Dat denken van, hoe krijg je zoiets voor elkaar? En heb je nog speciale plekken in je hoofd waarvan je denkt van, nou, daar zou ik wel echt het verschil willen maken? Is dat vraag? Ja. Nee, ik ben op dit moment vooral bezig met het revitaliseren van stadsharten in verschillende Brabantse steden. Ik denk dat stadsharten ontzettend belangrijk zijn voor de beleving als ontmoetingsplaatsen, maar ook als plekken van handel. En nu het winkelen wat tanende is, denk ik van ja, die functie van die stadsharten die is nog lang niet uitgespeeld. En ook heel veel steden zijn nog niet echt helemaal goed aangetakt op de nieuwe economie. Het zijn toch wel meer de oude industrieën en zo. Dus er moet echt nog de vernieuwing in de economie en ook in sociale en culturele zin plaatsvinden. Ja, dus mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar middelgrote steden. Die een wat verzwakte economie hebben, waar jeugd en jongeren wegtrekken. Waar ik denk van, maar die hebben ook zoveel prachtige, mooie kanten. Moet ik dat nou zeggen? Vaak zijn het historische steden, heel mooi. Ze hebben ook nog een soort van kleinschaligheid, die heel erg prettig is. Dus ik zie daar heel veel heel grote opgaves en ook echt opgaves waar ik blij van word om mijn schouders mee onder te zetten. Ja, jij ziet eigenlijk dus
nou ja, op plekken waar het eigenlijk een beetje hopeloos is. Daar zie jij ook, zeg maar, ja, jij ziet echt de kans. Jij ziet gewoon wat er wel zou kunnen. Ja, ja, zowel in hoe je, als je er rondloopt, hoe je het beleeft, maar ook gewoon in de economische drager en in de verknoping van bedrijven, organisaties, mensen met elkaar. Ik weet hoe dat is als het slecht gaat. Ik ken het van binnenuit, vanuit het Eindhovense, maar ook vanuit het dorpje waar ik vandaan kom. Dat is ook niet zo echt een hotspot, zal ik zeggen. Okay. En ik zie het doenlijk. Als jij vraagt van wat is je grote droom? Ja, ik weet gewoon hoe je van zoiets schijnbaar hopeloos, ja, echt gewoon ontzettende hotspots kunt maken. En mijn vingers jeuken om dat op heel veel plekken te brengen. Cool. Wat tof. Wat zou je nodig hebben om het te doen? Nou, ik heb daar vooral een beetje de ruimte voor nodig. Ja. Misschien nog wat mensen in de zeker, ja, dus het begint met de ruimte. Sectoren. Ja, nee, natuurlijk. Nee, ik heb de ruimte nodig om en de medewerking van... Ja, het zijn ook vaak wel gemeentes waar ik daarmee graag aan werk. En dan heel snel heel veel organisaties en ook mensen persoonlijk daarbij betrekken. Natuurlijk. Hè, dus... Het gaat niet om. Jij bent wel een kartrekker, volgens mij, als ik het zo zie. Ja, zeker wel. Ja. Nee, maar mensen die denken altijd snel van, oh ja, maar dat is dan een eeling en die gaat aan de gang. Maar zo is het niet. Ik weet alleen aan het begin, in het pionierstadium, waar ik me heel prima in voel, is gewoon best wel hard werken met een paar mensen. Om die sneeuwbal op gang te krijgen, zeg maar, en om daar steeds meer mensen bij te betrekken. Ja, nou, je hebt in ieder geval je enthousiasme en je drive, die helpen wel mee, denk ik, zomaar. Dank je. Sam, als ik nou vraag, wat maakt jou rijk? Wat maakt jou rijk? Wat is jouw... Gezondheid. Dat is voor mij geen vanzelfsprekend ding. Hè? Want ik heb een heel flink ongeluk gehad in 2009. Toen is er een boom op mijn hoofd gevallen. En dat heeft ertoe geleid dat ik in één klap van, ja, zoals je me nou een beetje hoort, werd ik een kasplantje. En dat heeft er lang slecht uitgezien. Ik was ook opgegeven door ziekenhuizen. En na een half jaar rondgang overal naartoe. En ik heb toch mijn weg gevonden via alternatieve geneeswijze uiteindelijk naar beterschap. En ik heb daar altijd last van. Hey, je bent niet in één klap van hersenletselpatiënt weer volledig beter. Dus qua energie heb ik uitdagingen. Ik heb altijd hoofdpijn. Dus voor mij is het ontzettend... Is gezondheid gewoon iets wat niet vanzelfsprekend is. En waar ik altijd gewoon wakker bij moet zijn. Van dat het me goed gaat. En aangezien ik nogal een beetje een gever ben. Hè, iemand die altijd van betekenis wil zijn naar de mensen om me heen. Is dat iets wat ik wel heb moeten leren om dat te doen. Ja. Ja. Dus jij zegt, jouw vraag was, wat maakt jou rijk? Hè? Dus gezondheid is daarin belangrijk. Van betekenis kunnen zijn voor andere mensen. Dat is voor mij ook heel erg belangrijk. Natuurlijk ook, dat is dan misschien het derde. Ja, gewoon mijn gezin vind ik heel belangrijk. Mijn gezin en familie daarvoor kunnen zijn. En goede dingen meegeven, mooie dingen mee beleven. En ja, welke ondernemer zul je het niet horen zeggen? Voor mij is vrijheid ook heel belangrijk. Ja, dus dat ze, ja, misschien ook wel in de koppeling met van wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Er moet een soort van voldoende zijn in de basis. En van daaruit het gevoel van vrijheid, dat ik mijn vleugels kan uitslaan, dat ik me daarvoor kan inzetten waar ik dan de ruimte voor voel. Ja, dus dat is misschien een beetje een uitgebreid antwoord. Op wat nee, maakt nee, rijk. Nee. Ik hou juist van uitgebreide antwoorden. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Dan zijn het wel die dingen. Dus gezondheid, mijn gezin. Ja. Van betekenis kunnen zijn voor anderen. En vrijheid. Ja, wauw. Nou, mooi. En volgens mij ben je er heel bewust mee bezig. En ben je er heel bewust van. Dat is natuurlijk al heel tof. Dat je gewoon je eigen rijkdom ook kunt zien. En als het gaat over inspiratie... Wat is jouw favoriete boek en waarom? Ja, gelukkig wist ik die vraag van tevoren, want dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Mm-hmm. En
Mijn favoriete boek is High Performance Coaching van Brendon Burchard. Oké. En dan denk je van, wat is dat dan? Brendon Burchard is iemand die mensen, eigenlijk ja, vooral topmensen, helpt om zoveel mogelijk impact te kunnen hebben. En zo gezond mogelijk in het leven te kunnen staan. En ik heb dat boek ergens een keer gevonden, toen was ik nog echt heel erg ziek. En het heeft mij ontzettend veel tools gegeven om te kijken hoe kan ik MHH, hè, ik zeg het altijd gekscherend, met half hoofd. Hoe kan ik toch zoveel mogelijk bereiken? MHH, ik moest even denken, wat zou dat nou zijn? MHH, ja. Met half hoofd. Met half hoofd, ja. Dus hoe kan je toch zoveel mogelijk bereiken, van betekenis zijn, je zo goed mogelijk voelen. En daar vond ik dat boek echt super inspirerend in, ja. Ja, dat is sowieso nogal een weg die je gegaan bent van kastplantje naar de, toch de energieke persoon die je nu bent. Ja. Want hoe was dat daarvoor? Ben ik gewoon even nieuwsgierig naar. Was je toen ook al zo super hard gedreven? Of is het wel echt verschil? Jawel, ik was ook heel gedreven. Ja, dus in die zin weinig verschil. Alleen, ik heb een heleboel bijgeleerd. Want ik was altijd bezig met plekken van hopeloos naar hotspot brengen. En toen moest ik dus in één keer ook mezelf van hopeloos weer naar, iets hot, moet ik zeggen, brengen. Ja. En met alle bijbehorende kwetsbaarheid, want vergis je niet, ik was er echt slecht aan toe. En ik denk dat ik daardoor nog mijn vak gewoon nog veel beter kan doen. Ik zie zoveel parallellen. Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Maar ook misschien, ik bedoel niet van dat je daarvoor, ik geloof dat je even fanatiek was, maar ik merk bij mezelf dat ik door mijn ziekte ook een soort van, dat er een soort extra laag op komt. Dat er nog meer betekenis. En dat je ook wel, ik weet niet of je dat herkent, selectiever wordt in je keuzes. In wat je dan, waar je dan je energie aan besteedt. Als je gewoon niet heel veel over hebt. Als je alles met half hoofd moet doen. Dan moet je selectiever worden. Ja, dat is meer het focus. Zo. Ja, meer focus. Ja, dat zit ook wel deels in dat boek wat ik net opschreef. En tegelijkertijd ben ik nog meer overtuigd geworden in iets wat ik altijd met me meesleep van, zie nou niet zo snel iets als hopeloos. Ja. Met aandacht en creativiteit, samenwerking, doorzetten, is er zoveel van te maken. Hè? Dus die is gewoon veel meer verdiept. En ik denk dat mijn dromen ook groter zijn geworden. Cool. Daardoor. Ja, ik snap dat wel, ja. Tof. En je noemde al Brendon Burchard. Ik had nog nooit van die meneer gehoord. Is dat ook jouw grote voorbeeld? Of heb jij nog iemand anders die een heel groot voorbeeld voor jou is? Nou, er zijn best wel ondernemers die mij inspireren. Maar mijn grote voorbeelden zijn toch eigenlijk gewoon mijn ouders. Ah, oké. Okay. Ja, allebei. Hè? Dus mijn moeder en hoe zij... Ja, ze altijd een soort van liefdevolle steun is geweest. En altijd kijkt van hoe ze andere mensen het beste kan helpen. Vind ik heel mooi. Ook een hele constante waarde in mijn leven. Echt fantastisch. En mijn vader. Hij is een enorme doorzetter. Ik heb dat nou net niet verteld. Maar in mijn zoektocht naar genezing moest ik 2 keer in de week 100 kilometer rijden naar Venlo en terug. En ik kon helemaal niet auto rijden toen met het hersenletsel. Ze kan mijn vader uit Midden-Limburg mij opladen in Eindhoven naar Venlo toe en weer terug. En hij heeft dat gewoon 1,5 jaar gedaan. Ze is zo'n doorzetter. En dat bewonder ik enorm. En als hij ziet van dat hij iets belangrijks vindt of er is een onrecht, dan gaat hij ervoor. Ook al is het schijnbaar zo moeilijk of onmogelijk. Hey, herken je misschien ook wel iets van mij in terug. Hij doet dat. Ja. En dat vind ik echt zo inspirerend. Ja. Wauw, tof. En en qua ondernemers, wie inspireert jou? Naast is die Brendon Burchard, maar daar hebben we net al over gehad. Ik vind Ilko de Boer heel erg inspirerend. Hij triggert mij enorm in goed voor jezelf zorgen, omdat je dan het beste van jezelf kan geven. Dat is iets waar ik volgens mij altijd een student in blijf, waar ik heel veel over moet leren. En hij
legt dat heel goed uit. Hij heeft er alle ideeën over. Ik vind dat fantastisch. En ook, kijk, misschien ja, zijn business wit van hoe kun je dingen laten groeien. Ik ben ook altijd bezig met hoe kun je dingen laten groeien. Dus dat vind ik zo inspirerend om zijn gedachtegang daarover te horen. Dus Ilko is voor mij echt een inspiratiebron. En aan de andere kant, Sarayda Groenhart. Wat ik zo mooi vind aan haar is dat zij... doseert zeg maar, hoe je op een goede manier zichtbaar bent. Maar dat zij zegt van je moet gewoon heel open en heel eerlijk zijn. Ook al is het volledig in de openbaarheid. Omdat je daarmee ja, gewoon jezelf echt laat zien. En ja, daar ben ik inmiddels steeds meer van overtuigd geraakt. Ik heb natuurlijk lang ook als ambtenaar gewerkt. En dan is het best moeilijk om je echte gezicht te laten zien. Je echte stem te laten horen. En dat is zonde, want... Ja, hoe meer mensen echt uitspreekt wat zijn ideeën zijn, wat zijn gevoelens zijn, hoe beter je ook de aanhaking met anderen kunt leggen. En ik vind dat Sarayda dat heel erg goed doet. En zij, ik zit bij haar in Video Business School. Wat ik super bijzonder vind is hoe zij die community, hoe ze daar van betekenis is. En dan niet alleen met het aankopen van het online programma, maar dat ze steeds, ja, ze voelt elke maand heeft ze een Q&A. Ze blijft waarde geven in die groep. En zorgen dat die mensen in die groep elkaar weten te vinden of opzoeken. Dat stimuleert zij. Vind ik heel bijzonder. Ja. Tof. Ja, met je eens overigens. Wat allebei betreft jouw voorbeeld. Ja? En ja, tuurlijk. Ja, zeker. Daar kennen we elkaar ook van, toch? Ja, ja van Sarayda toch? Ja. Nee, volgens mij kennen we elkaar van Ilko. Oh ja, we hebben elkaar op die foto leren kennen. Nee, het zegt ja. 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 Tenminste, dat zei jij. Ja, ik weet het nooit. Soms weet ik het niet. Dan denk ik, oh, we kennen elkaar toch al veel langer. Maar ja. Het zal dan ongeveer een jaar zijn. Ja, dat is nog niet zo lang, maar we kennen elkaar wel goed, ja. Ja, er zijn natuurlijk altijd dingen die ik nog niet van je weet. Dus ik was zo maar eens even benieuwd. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. Vul aan. Dat je bij mij enorm kunt lachen. Nou, misschien wist je dat al, dat weet ik niet. Dat wist ik al wel, ja. Maar goed, mijn luisteraars nog niet. Ja, nee, dus ik heb ook Limburgse genen, daar kan ik ook niks aan doen. En ik hou ervan om serieus te zijn, maar ook echt om grapjes te maken. Omdat daarin vaak heel veel luchtigheid, maar ook innovatie zit. En ik vind het bijna niks leuker dan op een podium staan in een cabaret outfit of andere mensen gek aan te kleden, dat soort dingen doen. Ja. Ik word daarin wel enigszins gehinderd door mijn hersenletsel, want ik kan niet in een drukke omgeving zijn. Maar gewoon lekker, die vrolijkheid, die heeft mij, denk ik, neem ik overal mee naartoe. Ja. Oh, wat grappig. Je zei net iets, en dan kan ik natuurlijk weer niet letterlijk terughalen, want je zei het echt heel mooi, over dat het ook in je vak wel nuttig is om die humor erin te brengen. Lukt ja, dat? Ja, zeker. De luchtigheid. Jawel. Ja. Ik heb een soort van raashoofd. Ik heb altijd gekke liedjes in mijn hoofd, of ik maak altijd rare woordspelingen. Heb ik laatst, als iemand iets aan het omschrijven met heel veel woorden, ik zeg, je bedoelt, je hebt iemand nodig om de zaak op te kloten. Nou, dat is... Dat is dan meteen in zo'n moment, is dat zo handig. En diegene heeft het ook helemaal meegenomen. En dus ik ben altijd wel aan het kijken van om er een kwinkslag aan te geven, zodat het net nog leuker, nog meer energie geeft. So, ja. Oh ja, je had het over innovatie. Dat was het. Ja. Dat humor en innovatie. Dus dat vond ik wel een interessante link. Toen dacht ik, oh, hoezo dan? Ja, omdat je dan kort en bondig iets op een positieve, prikkelende manier kunt samenvatten en kunt prikkelen. Ja, ik snap je. Oh, wat tof. Ja, goed, leuk dat je er zo naar kijkt. Ja. Hey, en San, wat is jouw grootste levensles of inzicht? Ja, eigenlijk heb ik hem net al gedeeld. Hè. Zie niet zo snel iets als hopeloos. Nee. Ja. Er is altijd wat van te maken. Maar het vraagt wel wat van je. Het vraagt aandacht en creativiteit en samenwerking en doorzetten en innovatie en al die dingen. Maar als je kansgericht kijkt, is er zoveel mogelijk. Ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik heb ook een beetje zo, kan niet, kan toch. Ja. Weet je wel, als het niet linksom kan, rechtsom, zijn altijd, je kan al die beren wel op de weg zetten, maar ja, je kan ze ook gewoon eraf halen. Ja, zeker. Ach joh, ik zit ook veel brainstorms voor en dan zeg ik van, ja jongens, de ja maars,
Daar is nu even geen plek voor. Die mag je wel voelen en je mag ze wat mij betreft opschrijven. Nou, wij zitten hier te brainstormen over het ja, hoe. Dus van ja, we willen dit eigenlijk en hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja. En dat geeft, ja, als je daar ook een groep in meekrijgt om even de jamaren, even alle beren, even buiten boord te zetten en ja, positief kansgericht te denken, dan komt er ook een power uit zo'n groep. Daar staan ze zelf versteld van. Het leeft altijd goud op. Dat is fantastisch. Tof. Je had toch zo'n methode voor? Ja en of zo? Ja. Ja hoe? Ja hoe? Ja hoe? Als iemand een bezwaar heeft, ja, hoe? En dan, nou ja, aanvullen. Hey, Sanne, wat lees en luister jij op dit moment? En kijk jij? Ja, ik kijk bijna geen televisie of zo. Dus ik kijk weinig. En ik lees ook even niks. Want ik heb net weer allemaal online programma's gekocht. Dus ja, die kijk ik dan misschien. Okay. Zoiets. Ja. Ja. Dus ik moet echt kijken ja, waar ik mijn tijd en aandacht aan geef. Dus ik kijk geen tv en ik lees af en toe een krant, maar ook niet veel. Geen boek op het moment. Nee, online trainingen. En ik luister wel heel graag podcasts. Oké. Okay. En ik heb, ja, natuurlijk volg ik die van Eelco de Boer. Die vind ik heel erg mooi. En van Zerayda ook. En ik heb nog een echte favoriet. Dat is de Over Spreken Gesproken podcast. Oh. Van Glenn van Goossen. Die, ja, die is eigenlijk op expeditie op pad om te ontdekken hoe kan je nou het beste spreken in het openbaar. Hoe doe je dat zo goed mogelijk. En interviewt die de beste sprekers van Nederland, zou je kunnen zeggen. En aangezien ik, hè, naast als herontwikkelaar, ik doe hier niet alleen maar dat werk, moet ik zeggen, achter de schermen, maar ik ben ook spreker en ik ben podcasthost. Dus ik wilde me daarin ontwikkelen en daar heb ik die podcast, luister ik daar graag voor. Ja, is echt gewoon zo interessant. En heel leuk ook. Ja, dat is ook belangrijk. En inderdaad ook, ik denk dat het sowieso, ja, als spreker, maar inderdaad ook als podcasthost natuurlijk wel heel tof is om... Hoe krijg je je verhaal over de bühne? Ja. En dat is ook wel een van mijn ontwikkelpunten geweest van het afgelopen jaar. Want ik schrijf heel makkelijk. Hey, ik heb ook vorig jaar en een half jaar een boek geschreven en gelanceerd. Dus ik schrijf makkelijk. En als ik echt eenmaal een doel voor ogen heb, dan ga ik daar ook voor. Maar het spreken, dat vond ik echt nog wel een van mijn minder ontwikkelde kanten. Dus ja, ik ben dan zo'n gek mens. Ik denk van ja, daar wil ik me echt in ontwikkelen. En hoe gaan we dat doen? Nou, dan ben ik me gewoon als spreker in de markt gaan zetten. En dan moet je wel. En cool. In de praktijk... Starting for you're ready. Hoppa. Echt wel. Ja, maar zo ben ik. Dan heb je ook echt een hele steile leercurve. En die podcast, die kwam me daar heel goed bij uit ook. Ja. En nu is het doen, doen, doen. Ja. En het is wel grappig hoe jij het aanpakt. Dat weet ik dan toevallig, omdat ik jou een jaar ken. dat je inderdaad een soort van, net waarschijnlijk net als in je werk, op projectbasis werkt. Dat je gewoon een thema kiest en dan zegt van, nou, daar ga ik me even helemaal in vastbijten. Ja. Zoals het boek wat je zei van, nou, ik wil graag een boek schrijven. Nou, gewoon binnen een paar maanden was het er gewoon. En met de podcast hetzelfde verhaal. Ja. Ja, ik wil een podcast en dan begin je. Ja, precies. Ja, dus dan stel ik ik wilde een podcast. En dat wilde ik eigenlijk al heel lang, maar daar kwam ik niet aan toe. Gewoon geen tijd voor. En toen kwam de coronacrisis. Nou, die lezingen die ik her en der zou geven, pep talks noem ik dat. Ja, die gingen dan natuurlijk even niet door. Die werden uitgesteld, dus had ik wat tijd. Dus dacht ik, oh ja, dat zou toch wel heel fijn zijn. Als ik in die tijd die ik nou heb, als ik die goed kan benutten. En dan, ja, bovenop de plank ligt toch die wens van die podcast. Dan ga ik dat doen. Alleen ja, ik had tegelijkertijd, mijn advieswerk liep nog door. En mijn zoontje van 7, die moest ik ook lesgeven. Dus ik moest wel snel, zeg maar. En moest niet al te veel tijd vragen. Dan heb ik zoiets van, oké, dat is dan mijn droom. En wat zijn dan de stappen daarnaartoe? Beetje gegoogeld, beetje gekeken. Nou, ik had 10 stappen zo onderscheiden. Ik ben echt zonder stappenplan, hè? Dus vergeef mij, zo gaat dat dan. En dan ga ik aan de slag. Dan reserveer ik een tijd voor in mijn agenda. En dan bam, bam, bam. En het mooie van, ja, wat ik al zei in het begin ook van, ik ben echt visie en aanpak. Hè, dus ik wil iets, dat is dan die droom. En dan vervolgens ga ik bewegen daar naartoe. Want ik weet inmiddels, als ik dat doe, dan bouw ik ook momentum op. Dan krijg ik steeds meer vertrouwen, dan krijg ik steeds meer zin erin. En dan ook dan vanaf 80% wordt het altijd moeilijk. Dan hou ik ook gewoon de zin en de energie om het ook echt af te maken, om er gewoon voor te gaan.
Nou, we zijn bijna aan het eind van het interview, San. En ik vroeg me af of jij nog tips, advies hebt voor de luisteraars. Ja. Waar ik in geloof is, als iets lastig is, dat je het zeker moet meepakken. Dat heb je mij al horen zeggen. Maar als het dan toch nog te moeilijk is of te groot voelt of wat dan ook, doe het dan met iemand samen. Ga de interactie aan. En ik heb zojuist met jou ook een afspraak gemaakt, nog voor deze aflevering, van ik moet nog iets met SEO, maar ik kom er niet aan toe. En ik kwam erachter dat jij er veel van weet, mij op weg kunt helpen. En dan maak ik met jou die afspraak. Zo heb ik ook mijn boek geschreven. En alleen een boek schrijven achter mijn bureautje, dat ging mij niet lukken. Dus toen heb ik beloofd aan mijn volgers op social media dat ik een boek ging schrijven, dat ik het met hun zou delen. Dus toen voelde elke dag als een deadline, want ik moest het aan mijn volgers laten lezen. Dus heb ik het op die manier samen gedaan. Dus kijk of je die interactie, die samenwerking kunt gebruiken om doelen die je zelf hebt gesteld, maar die te groot of te moeilijk of te zwaar voelen, om die ja, in interactie met elkaar samen juist wel voor elkaar te boksen. Cool. Nou, vind ik een hele mooie tip. En ben ik nog iets vergeten te vragen aan jou? Is er nog iets wat jij graag zou willen vertellen? Had ik nog een vraag aan je moeten stellen? Nee? Nee, ik denk dat jij al heel veel hebt gevraagd. En, ja. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? We gaan het natuurlijk in de show notes ook zetten. Maar websites, je podcast... Ja. Hoe heet die? Waar vinden we hem? Ja, nou, mijn website is www.glowingplaces.nl. Daar vind je alle dingen die ik doe. Ja, ik werk als strategisch adviseur, dat vind je erop. Je kunt bij mij als pep talk spreker inhuren. Je kunt mijn boek bestellen. En je kunt naar mijn podcast luisteren. Mijn boek heet Van Hopeloos naar Hotspot. En zo heet mijn podcast ook, dus dat is heel makkelijk. Die kun je gewoon ook via alle kanalen vinden. En via mijn website dus ook. En ja, ik vind het heel leuk als mensen denken van, god ja, ik zit hier wel met een moeilijk te ontwikkelen gebied of met een stadshart wat maar niet wil kloppen of wat dan ook. Ik vind het leuk als mensen me daar over benaderen. Dat kan ook via LinkedIn of door een mailtje te sturen. En ik kijk altijd van, ja, wat mensen zelf kunnen en waar ze nog een boost nodig hebben. Dus je hoeft niet te denken dat als je mij inschakelt, dat dan meteen... Heel lange tijd en heel veel geld of wat dan ook. Ik kijk gewoon hoe ik jullie het beste vooruit kan helpen. Wauw. Nou, dit klinkt heerlijk. Dankjewel voor dit mooie gesprek, San. En leuk om te horen waar jij mee bezig bent en waar jij je van gaat stralen. En superleuk. We gaan je allemaal volgen. We gaan jouw podcast ook luisteren. En... dit was weer een aflevering van de Kat Cool No podcast. Dankjewel voor het meedoen, San. En heel graag gedaan. De volgende keer. Doei! Doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katcoolno. Tot de volgende keer. Ciao.